Mijn eerste triathlon laat nog even op zich wachten, maar de eerste challenge van 2021 gaat vandaag van start. Ik ben er van nature uitgedaagd mijn grenzen op te zoeken in de voor mij nieuwe sport fietsen. En ik dacht dat het wel een leuk idee was om dat letterlijk te nemen en de landgrens op te gaan zoeken. Op mijn Instagram vroeg ik welke landgrens ik zou moeten gaan opzoeken. En vandaag is het dan zover. Dit is mijn tocht van Amsterdam naar Duitsland. Ik heb afgelopen maandag mijn verste rit ooit gereden, ruim 70 kilometer. Maar goed, dat te bedenken dat vandaag sowieso twee keer zo ver gaat zijn. En we hebben oostenwind, we fietsen naar het oosten. Ook nog kans op onweer en regen vanmiddag. Dus eigenlijk hebben we vandaag te maken met een doemscenario en kan het alleen maar meevallen. Eerste 30 kilometer, even wat eten en dan door. Ik zit op 50 kilometer, maar ik weet niet wat ik heb vandaag. Mijn benen echt... Oh, 50 kilometer. Nee, grapje. Gaat hartstikke goed. Jongens, we zijn halverwege, kijken, 95 kilometer op de teller en we zijn in Epe, waar we gaan lunchen bij mijn ouders. Het dorp waar ik ben opgegroeid en kan het natuurlijk niet maken om van Amsterdam naar Duitsland te fietsen, langs mijn geboorteplaats te komen en daar niet even te stoppen. Dus dat gaan we lekker doen. Even lekker een smoothiebol erin, want op alleen reepjes redden we het natuurlijk ook niet. Zo, we gaan het water over. En dit keer niet zwemmend, maar met de fietspont. Nou, het gaat echt hartstikke goed. Beetje regen, maar dat overleven we. Ik heb wel een mooi punt om te stoppen, even, toch? Cheers! We zijn er bijna! I made it! Germany! Misschien was het leuk geweest voor het verhaal als ik hier nu helemaal gesloopt aankwam en zou zeggen dat ik het zo zwaar had en zo. Maar eerlijk, heb ik het eigenlijk heel erg leuk gehad. En het weer, ja, het ziet er misschien heel erg heftig uit. Ik ben wel heel vies, maar het viel alles mee. Onweer niet gehad, heftige regen niet gehad. Wel wat dreigende luchten en ja, een beetje regen, maar dat was het. Dus ik ben eigenlijk ontzettend blij. Auf Wiedersehen!